Fort Junagar is misschien wel het best bewaard gebleven en sierlijkste fort van heel Rajasthan. Dit bijna onmetelijke fort werd eind 16e eeuw gebouwd door de derde vorst van Bikaner. De buitengevels van het paleis zijn bijzonder gedetailleerd en het vakmanschap van toen straalt er vanaf. De toegangspoorten zijn voorzien van hele scherpe, zware spijkers om te voorkomen dat olifanten de deuren zouden inrammen. Het zal geen verbazing wekken dat het fort nooit is overmeesterd en daarom ook zo mooi bewaard is gebleven. Binnen de muren staan niet minder dan 37 paleizen, tempels en paviljoenen. In de loop der eeuwen zijn ze door verschillende heersers gebouwd en vaak royaal gedecoreerd. Het is toch vandaag haast niet meer voor te stellen dat je de opdracht gaf om deze muur met zilver te bekleden en te decoreren? Het Junagar Fort is een samenstelsel van 37 paleizen, tempels en paviljoenen, stuk voor stuk juweeltjes, opgetrokken uit rode zandsteen. De paleizen zijn verfraaid met bijzonder mooi gebeeldhouwde vensters, balkons en torens. Er is zeer veel te bewaren in India. Dat blijkt telkens. Slechts in weinig gevallen kunnen restauraties ook daadwerkelijk plaatsvinden. Waarschijnlijk een kwestie van geld. Restauraties worden vaak uitgevoerd door families die zich hebben gespecialiseerd in bijvoorbeeld wandschilderingen. Zij trekken van project naar project door India. Dit is een voorbeeld van de fresco's op de muren van het Wolkenpaleis. De Anoop Mahal is een van de indrukwekkendste zalen van het totale complex. De uiterst fijn beschilderde muren zijn met rood en goud bedekt. Ingelegd glas maakt het geheel nog schitterender. De zaal diende oorspronkelijk als regeringsvertrek voor de zittende heersers. Vandaag worden er de schatten van de koninklijke familie getoond. Niet alles daarvan is even comfortabel.